kan mezelf echt helemaal gek maken. Tikkeltje lullig was het wel. Even koekeloeren wat hier allemaal gebeurt. Vannacht heel slecht geslapen. Ik banger bent om anderen of ja, jezelf het leven kwijt te raken. Dan moet ik me zorgen maken. Welkom in een nieuwe video. Ik ben op kantoor, het is maandag. Ik zit hier lekker te werken met mijn kantoorgenootjes. Ook heel hard aan het werken zijn, want ze reageren namelijk niet op mij. Het is altijd top. Zo. De week is weer begonnen en ik dacht, ik ga gewoon even goed beginnen en eventjes alvast boodschappen doen voor vanavond. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het best wel een klus is om 's ochtends vroeg lunch te halen voor diezelfde dag op kantoor. Al na te denken over het avondeten, het kind naar de kinderdagverblijf te brengen, naar kantoor en dan ook nog er leuk uitzien, alles. Ik vind het best een prestatie en het is me gelukt, maar wel een half uur later. Dit is echt zo droog. Dit filmpje maakt mijn maandag helemaal af. Schatje, sorry dat ik altijd zit te klagen, omdat hij het dan op een andere manier doet dan ik. Sorry. Want mijn man heeft heerlijk gekookt en ik kwam binnen en ik zag meteen iets wat ik niet oké vond. Terwijl ik ook meteen het positieve kan benaderen van wat fijn dat je hebt gekookt, schatje. Mijn moeder heeft mij ooit een test laten doen en er was één voorbeeld. Stel je man of je vriend heeft een muur geverfd, je komt binnen in de kamer. Is dan hetgene wat je dan meteen ziet, een klein hoekje wat hij dan vergeet is te verven. En dat je dat meteen noemt. Of zeg je als eerste van, hé, schatje, wat fijn dat je de muur geverfd hebt. Ik zit dus helaas in die eerste categorie, die dus meteen kritisch en meteen dat hoekje niet geverfd ziet. Ik hoop voor jou dat je in die andere categorie zit. Vegetarische pasta met champignons, courgette, basilicum, crème fraîche, knoflook en pijnboompjes. Ik heb vanavond weer even lekker gesport en soms moet je work and pleasure met elkaar combineren. Ik ga zo in bad. Script leren. Ik heb gewoon even zin om te ontspannen, mijn lijf. Maar ik heb zoiets van mijn hoofd, kan nog wel eventjes. Dus dan combineren we het gewoon. Ik ben gewoon eerder dan de cameraman. En ik heb oprecht heel snel gedaan met mijn haar en make-up. Ik heb zelfs maar de helft van mijn haar gekruld. Omdat ik dacht dat ik moest opschieten. Foei, foei, foei. Maar goed, dan kan ik nog eventjes mijn Instagram checken of zo in de tussentijd. Of mijn script nog één keer doorlezen, dat kan ook. En nu, bedje in. Verdiend, vind ik zelf. Het thema was trouwens gala vanavond. Dus, dit is mijn jurk. Wou ik nog even laten zien. Misschien is het leuk om te vertellen dat ik deze ook tijdens mijn zwangerschap aan had. Met zo'n dikke buik. Maar dat ging dus perfect, omdat je dus hier een band hebt. En dan poept zo die buik eronder uit. Zo, een doorverwijzing vanuit de dokter om het bloed te laten checken. Bloed geprikt. En nu afwachten. Ik kom net van de dokter vandaan. Het is lastig van vermoeidheid. Dat wat gevoel in mijn hoofd. Ik heb minder eetlust tegenwoordig. En ja... Ik heb gewoon het idee dat ik na 9 maanden gewoon nog steeds niet de oude ben. Kwam ze dus ook eigenlijk vrij snel met een soort coach. Ze zei van, ja, weet je, wat een gevoel kan ook zijn dat je gewoon te druk bent. En dat je inderdaad eigenlijk gewoon nog niet helemaal gewend bent aan je nieuwe leven. Want je kan natuurlijk niet alles meer. En ja, er zijn toch best wel veel prikkels als je ook nog werkt. En je hebt een kindje. Dat er ook voor kan zorgen dat je natuurlijk gewoon dat wat gevoel houdt. En gewoon minder kan focussen. Als er lichamelijk niks uitkomt, nou, dan wil ik best wel eens een keer met de coach gaan praten. Of ik misschien te veel doe. Misschien te perfectionistisch ben, waardoor ik gewoon te veel van me vraag. En ja, daardoor mijn lichaam daarop reageert. Mijn bloed wordt vanmiddag gecheckt. En ik kan mezelf echt helemaal gek maken altijd. Dat ik denk dat ik allemaal enge ziektes heb. Ik word namelijk ook gecheckt op leukemie. En dan ga ik denken van ja, ik heb tegenwoordig minder eetlust. Ik ben laatst flauw gevallen. Voel ik ergens anders nog dingetjes in mijn lymfeklieren. En dan ga ik mezelf helemaal gek maken. En dan denk ik, ik lijk wel zo'n hypochonder. Die denkt dat ze allemaal enge dingen heeft. Oh, ik kan me gewoon helemaal niet concentreren. Misschien ben ik gewoon vermoeid als moeder en verwacht ik te veel van mezelf. En vraag ik te veel van mezelf. Is dat het gewoon? Dan moet ik gewoon meer rust gaan nemen. Zo lastig altijd. Om dan te ontdekken wat het dan precies is. En je lichaam echt met je geest zeg maar connected te houden. Ik had het er net over met mijn zus. Dat ik me dus altijd heel snel druk maak sinds dat ik moeder ben. Dat er iets met me gebeurt. Dat ik gewoon nadenk over wow, weet je, wat als ik er niet meer ben? Weet je, dan... Dat kan niet. Ik bedoel, ik heb een verantwoordelijkheid en ik hou zoveel
van iedereen om me heen. En natuurlijk ook van mijn dochtertje. Dat ja, je bent wel een soort van gevoeliger geworden sinds dat je moeder bent. Waardoor je dus ook ja, banger bent om anderen of ja, jezelf het leven kwijt te raken. En toen zei mijn zus ook van ja, weet je, dat hebben alle moeders wel. Ze zegt dat is wel echt heel iets herkenbaars. Dat moeders gewoon banger worden. Wat ik nu ga doen is ga gewoon de test afwachten. Mocht er niks zijn, dan ga ik gewoon sowieso eventjes wat gezonder leven de komende weken en kijken wat dat met me doet. Hey, we hebben vandaag bezoek van Viva Mama. Daar is de fotograaf. Hier is de journalist. We hebben net een leuk gesprekje gehad over alles. Van de bevalling tot en met de babykamer tot en met mijn dochtertje. En er komt een hele mooie reportage in Viva Mama. Heel erg leuk. En ze gaan zo mooie foto's schieten van de babykamer van mij en mijn dochtertje. Ja, even kijken. Even koekeloeren wat hier allemaal gebeurt. Nou, ze gedraagt zich voorbeeldig. Hè? Dan denk ik dat we deze ook top goed hebben. Hé, hey, jij zo meteen op de foto, jij mooie meid. Jij gedraagt je zo zoet. Ja, we hebben het 1 keer eerder gedaan en toen was jij minder zoet. Ja, toen was jij aan het huilen. En toen stond je niet mooi op foto. En ik ook niet. Gestrest. Er staat dus een hele uitgebreide roomtour op YouTube al. Maar wat daar niet in staat is deze schommelstoel. En die vind ik wel echt heel erg prettig om even te noemen. Want wij kunnen echt niet meer zonder schommelstoel. Hier geef ik er altijd elke avond het flesje op. En dan doe ik haar altijd eerst even in het slaapzakje. En dan, ja, dan haar avondflesje. En dan weet ze gewoon ja, dat het zeg maar bedtijd is. Dus dat werkt heel erg goed bij ons. En deze had ik precies uitgekiend. Dat is een hele smalle stoel die precies in het kamertje paste. Het is ook gewoon super handig als je kind een zware nacht heeft en jij dus ook. Dat je gewoon hier lekker haar op in slaap kan wiegen. Nu heb je natuurlijk allerlei kerstspullen in de winkels. En hier staat de horoscoop in. Dus bij haar in dit geval steenbok. Kan ze ook niks aan doen. Hier heb ik dus ook zo'n vaas met eucalyptus staan. Vind ik gewoon net even wat stoerder dan bloemen of zo. En nu we toch bezig zijn. Ik heb tegenwoordig edelstenen in mijn huis. Maar ik vind ze 1 mooi. En 2, ze hebben toch wel een bepaalde, ja, bepaalde kracht, schijnt het. Dit is dat leuke kandelaartje wat ik bij Xenos heb gekocht voor letterlijk 4,50. Helemaal leuk toch? En hier is nog een soort leuke bal, weet je wel, zo'n glitterbal. Hier heb ik nog een edelsteen in de vorm van een kaars. Dit is rozenkwast. Ja, zorgt voor heel veel liefde. En liefde. Nou, dit is mijn lamp. Die heb ik ook dus nieuw. Ik ben ook heel erg blij mee nog steeds. Geeft echt super veel sfeer en warmte. Dit is mijn Juju hat uit Zuid-Afrika. Die is ook nieuw, dus heel subtiel contrast geeft hij aan de muur. Je voelt hem net even op, zonder het te druk te maken. En dan heb ik hier nog een versiersel. Het is eigenlijk een lamp. Maar je kunt hem ook gewoon zo ophangen zonder lamp erin. Deze is ook van Tineke. Ik schrik me altijd kapot als ik hier zit en dat er ineens de glazenwasser om de hoek komt kijken. Kijken of ik hem zo nog even op beeld kan krijgen. Ik bedoel, hij komt bij mij binnen gluren. Dan ga ik bij hem binnen gluren. Die kleine ligt eindelijk te slapen na een paar pogingen. Soms is het nog wel een gestoei in de middag. Maar over het algemeen als ik gewoon af en toe even 5 minuutjes laat mekkeren noemen we dat. Niet echt huilen, maar ja, een beetje zeuren. Dan valt ze uiteindelijk wel in slaap. Want zometeen heb ik afgesproken met Elke om even een kopje koffie te drinken. En bij te kletsen over onze kleintjes en zo. Dus ja, dan is het wel belangrijk dat ze van tevoren even een beetje bijtankt. Om haar gewoon een leuke mens te laten zijn. Laten we eerlijk zijn. Ik heb even lunch gemaakt voor mezelf. Tonijn ijssalade gemaakt. Lang leven blik voor. Ja, lieve meid. Je hebt het zo goed gedaan vandaag. Je hebt wel een hapje verdiend. En het mooie is, al deze vlekken is niet eens haar schuld. Komt het dat mama zo onhandig is? Nee, jij wil geen water meer tegenwoordig. Wat is dat dan? Vandaag voor het eerst samen met de Noord-Zuidlijn. Kijk hoe cool. Je zou er hoogtevrees van krijgen. Wij nemen de lift, hè, meisje. Daar zijn we. Oh, wat lief, lekker knuffelen met tante Elke. Ja, hallo. Weet je wat ik merk? Dat ik gewoon elke keer denk, deze leeftijd vind ik het allerleukst. En dan een maand later denk ik, nee, deze leeftijd vind ik het allerleukst. Dus is het anders echt zo dat het steeds leuker wordt, wat iedereen altijd zegt? Alle moeders zeggen dat altijd. Van ja, maar het wordt echt steeds leuker. Dan denk ik, ja, het zal wel. Het kan toch niet leuker dan hoe het nu is? Maar die interactie en de spelletjes die je met elkaar speelt en
Ze begrijpt het allemaal veel beter. Je bouwt echt een band met elkaar op. Ik vind het... Ah, oh, cliché maar waar. Ja, het wordt alleen maar leuker. Kijk, nou, dit is toch niet te doen. Klap eens in je handjes als je vrolijk bent. Dit. En heerlijk tv kijken. Ik weet niet of je het heel graag wil weten, maar ik heb een ontstoken vinger. Hij is rood en hij is serieus gloeiend heet. Alsjeblieft. Een onrustige baby. Ja, die doen het niet rechtstreeks. Mama die de tanden aan het poetsen is, dat vindt zij zo gek. En dat ik dan ook nog zo het uitspuw zo in de wasbak. Dat vind jij allemaal maar raar, want het moet er juist in, hè, in het mondje. Het moet er niet uit. Je wilt alles in je mondje stoppen. Alles, alles, alles van papier, wat ze dus letterlijk opeet. Pas op jongens, geef geen servetten of aanzichtkaarten of andere troep in je huis, want er staat het papier aan je kind. Want ze vreten het allemaal op. Nou, het is ochtend, zoals je kunt begrijpen. Ze heeft een out of bed look, again. Een klein beetje droog shampoo, jongens, in die haren. Allerbeste droog shampoo die er is. En ik heb genoeg research gedaan. Die punk pony, die begint ook steeds extremere vormen aan te nemen. Ik kan hem niet meer zo goed wegwerpen. Hij staat recht omhoog vaak. Net nadat ik er in de draagzak had gedaan en voordat ik de deur uit wilde stappen, rook ik dus poep. Zonder lullen. Dus nu heb ik eigenlijk gewoon even zo gedaan. En gedacht, ik doe even alsof ik van niks weet. Ik breng er wel gewoon nu naar de kinderdagverblijf. Mogen ze het daar doen? Ja, sorry. Maar soms moet je even slim zijn. Als ze maar niet doorlekken natuurlijk. Dat is wel een belangrijk puntje. Oké, ik ga nu heel snel stoppen met praten en gaan. Wel een poepluier, niet doorgelekt. Tikkeltje lullig was het wel. Maar het feit dat ik het meteen vertelde, sorry, volgens mij heeft ze een poepluier. Ze zeiden, ja, we hebben ook vaak zat mensen niet eens gezegd. Gewoon, alsjeblieft, zoek het uit. Toedeledokie. Anyway, ik ga nu naar mijn eerste afspraak. Ik heb vandaag veel afspraken. Ja. Go, go, go! We hebben er weer zin in. Yes! Ik heb dus zeg maar vannacht heel slecht geslapen. Ik denk dat ik elk uur wakker was. Ze heeft een ontstoken oogje. Ze heeft een virus van de kinderdagverblijf. Ik heb echt zoveel make-up. Ik vind je gewoon heel goed. Ja, maar ik heb echt een dikke laag make-up op, kan ik je vertellen. Je bent een netje. Hoe je er normaal. Wat heb jij op je gezicht? Helemaal niks. Ik niet wel. Ik heb wat poeder en mascara. Okay. En mijn wenkbrauwen doen. Ja, maar je bent wel echt een natural beauty. Ja, je hebt niets van ook. En leuke oorbellen zijn van jezelf. Van je eigen webshop. Ja, ik heb een blootje maken. Van ja. Bij Maurice zijn deze. Ja. We gaan nu iets heel spannends doen. Want ik ga namelijk een mogelijke jurk voor de finale uitzending van Luxury TV. Galaavond ga ik nu passen. Nou, misschien is het wel een van deze jurken. Ik hoop het, dat het me past. Dus dat is even de vraag. Ik denk maar die stof is, man. Over nadenken welke het wordt. Ik heb even broodje gehaald bij Stag en ik ga nu snel naar kantoor om weer wat werk te gaan verzetten. Oh, hey! Het is vandaag zaterdag en de man is even uit eten met een vriend. Ja, en toen bedacht ik me dat ik helemaal geen boodschap heb gedaan voor het avondeten. Dus we gaan klietjes eten. Ik heb nog bladerdeeg achter in de vriezer gevonden. En een broccolietje lag nog in de koelkast. Dus gaan we lekker kies maken. Hier een enthousiast hondje. Die heb ik hier even neergezet, zodat ze kan meekijken. Het is lastig om altijd de tijd te vinden om te koken. Maar als je eenmaal kookt met die kleine erbij, dan is het wel echt een hele leuke activiteit om samen te doen. Want je kunt gewoon een beetje bewegen. Je zet haar hier neer. En ja, je hebt gewoon leuke interactie samen. En ze vinden het gewoon super leuk om te kijken naar mij als ik iets aan het doen ben. En dan kan ik in de tussentijd kan ik iets maken. En dan heeft zij gewoon een soort van entertainment. Door mij zeg maar rond te zien lopen en dingen zien pakken. En dan gaan we tegelijkertijd een beetje zingen. En dan vertel ik wat ik aan het doen ben. En zeg ik, ik ben aan het koken en ik pak nu de eieren. En dan ga ik nu de broccoli snijden. Ja, en dat is voor haar voldoende om gewoon een beetje geëntertained te worden rond een uur of zes. Waarbij het altijd wel, ja, je alles uit de kast moet trekken. Om haar nog een beetje happy te houden. Althans, dat is bij mijn kind. Die is er gewoon aan het eind van de dag is ze er gewoon klaar mee. Ja. La la. La la la. Oké, nou. Wij gaan weer verder. Kies met zalm en broccoli. Voilà. Hij verdient niet de schoonheidsprijs, maar hij zal vast te eten zijn. Ik ga nu naar een Balinese lunch.
in een Indonesisch restaurant met twee meiden van We Like Bali die alles weten van het eiland. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ben een beetje dom geweest en ik heb een ring aan. Sorry voor dit beeld. Die eigenlijk helemaal niet past in deze middelvinger. Waardoor ik hem niet meer uitkrijg. Dus ik moet even de kou in, want dan krijg ik hem uit. In principe, alles in Bali is super kindvriendelijk, dus het maakt echt niet uit waar je naartoe gaat. Maar er zijn natuurlijk wel een paar plekken die wel iets kindvriendelijker zijn. Django is echt fantastisch. Van lopen naar het strand. Je kan zelfs nog fietsen. Daar kun je gewoon lekker in cafeetjes zitten en lekker eten de hele dag met fiets. Dus dat is top, maar ook Zuid-Bali voor de stranden is echt fantastisch. Ja, ja, leuk. En wat is dan het mooiste, een van de mooiste stranden in Zuid-Bali? Strand Bing & Bing. Een hoop trappen die je moet lopen, maar het strand is mooi, je kan slapen, een heel veel leuke hotelletjes op het strand. Ja, dus je moet wel even een draagzakje meenemen. Succes schat, met de laatste loodjes. Een kleine Bali baby. Wat kan zo'n zonnige herfstdag lekker zijn, hè? Snel weer naar mijn gezinnetje toe. Mijn gezin! Klinkt oud, hè? Maar ook heel fijn. Pak die bal maar. Deze meid is 10 maanden en kruipt nog niet. En heeft ook nog geen tanden. Moet ik me zorgen maken? Vandaag een homemade tomatensoepje van Klikjes met gevelde tomaten, knoflook, paprikapoeder, bouillon en nog een paar andere kruiden. 10 minuutjes koken en dan schenk je voor jezelf in de tussentijd even een wijntje in om de wachttijd te doden. Eet smakelijk.